Matchpoint, zinvol zaken doen in MBO Amersfoort, ondersteund door de gemeente Amersfoort. Die hebben dit project een jaar lang gedaan om het zwerfafval in de stad te verminderen. Ja, jullie zijn hier op het evenement Krailand of Schoon. Het is het eindevenement van een jaar lang een educatieprogramma voor het terugdringen van zwerfafval. Wij doen dit samen met MBOHTV, de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid. We hebben samen met het onderwijs, basisschool De Biezen en De Biza hele leuke projecten gedaan. Onder andere afval geraapt en daar kunst van gemaakt. Dat is nu te zien hier in de Albert Heijn op Krailandhof. We gaan zo meteen, ja, we gaan het nog niet allemaal verklappen, want jullie gaan het allemaal zien. Een hele leuke show zien. Wethouder Hans Buitelaar gaat een bijzonder object onthullen. Dus er staat van alles hier te wachten vanochtend. Nou, onze studenten die hebben de afgelopen maanden hier meegewerkt aan het project Zwerfafval. En hebben dus een aantal keren samen met de professionele BOA's vanuit de gemeente, zeg maar, hebben ze hier, zeg maar, een praktijkomgeving gekregen. Ze hebben gekeken, nulmetingen gedaan, burgers aangesproken. Wat gebeurt er met afval? Ze hebben dingen gesignaleerd waar de peuken terechtkomen, waar de afvalbergen zijn, waar geen prullenbakken zijn, want dat hebben ze ook gezien, waar de prullenbakken op verkeerde plekken staan. En eigenlijk hebben ze dat de afgelopen 4-5 maanden gedaan. We hadden een opdracht gekregen om te kijken hoe het afval is. En, we hebben ook gezien, we hebben 4 dagen hier gelopen, hebben gekeken dat er afval ligt en hebben we daar een plan voor gemaakt om meer afval, meer prullenbakken neer te zetten en peukenpalen. Wat men hier brengt is de onthulling van een zogenoemde sprekende prullenbak, vuilnisbak. En dat is heel interessant omdat kinderen ons laten zien dat je gewoon zelf in staat bent om je eigen leefomgeving schoon te houden. En ja, als volwassenen moet je dan toch zeggen, ja, dat kinderen ons dat moeten vertellen. Maar ik denk dat het heel goed is dat kinderen dat doen.